Veel bijzondere wagens vandaag tijdens de Fantasy Tuning Day in Capelle. Uit binnen- en buitenland kwamen mensen hun opgepimpte auto's tonen. Daarnaast konden ze meedoen aan verschillende competities. De wedstrijden gaan over hoe de auto's er het mooist bij staan. Dus de zogenaamde show-and-shine wedstrijden. En we hebben wedstrijden in geluidmeting. Dus hoeveel dB een auto kan produceren. Hoeveel geld zit er nou in zo'n wagen? Dat gaat ruim over de 12.000 euro. Dus ja, toch een fors bedrag aan de audio. Kopen jullie ook oordopjes? Nee, die moet je zelf meenemen.